We zijn hier aan de oevers van het Leekstermeer. Dat is een natuurgebied in de provincie Groningen. En wij hebben hier onze kudde Schotse Hooglanders lopen. Dit is een hele familie. De kalfjes en de opa's en oma's, alles loopt hier door elkaar. De kalfjes lopen het hele jaar bij de moeder. En wij onderhouden hier allemaal natuurgebieden. En de kracht van de Schotse Hooglander is dat hij het hele jaar buiten kan lopen. En dat hij alle seizoenen heel goed doorstaan kan. En vooral de winter heeft hij geen enkele moeite mee. Het mooie in een natuurgebied, daar groeit alleen maar gezond eten voor deze dieren. En het levert ook een heel gezond en duurzaam stukje vlees op. Waar geen krachtvoer en andere groeistimulerende middelen aan te pas komen. Het duurt een jaar of vijf voordat deze dieren slachtrijp zijn. En in die jaren hebben ze vervolgens allerlei kruiden binnengekregen die de smaak en de structuur van het vlees heel positief beïnvloeden. Het schijnt ook te zijn dat dit grasgevoerde vlees, zoals het wel heet, veel beter is voor mensen en hun spijsvertering. We horen ook mensen die klachten hadden en die sinds dat ze dit gegeten hebben, die klachten niet meer hebben. Omdat we van oorsprong ooit gemaakt zijn om grasgevoerd vlees te eten. Maar tegenwoordig eten we eigenlijk alleen maar graangevoerd vlees. Ja, maar wat achter jou graast zijn volgens mij geen Schotse Hooglanders. Nee, dat zijn inderdaad Herefords runderen. En die zijn ook heel geschikt om het hele jaar rond in natuurgebieden te lopen. Want dat hele jaar rond in een natuurgebied grazen maakt het vlees zo gevoed, hè? Ja, doordat deze dieren gewoon het hele jaar rond alle seizoenen meemaken en alle planten die dan groeien eten, komt daar gewoon een heel mooi stukje vlees van. Ze voeden zich echt alleen met het gras? Ja, ze voeden zich met het gras en het riet en de takken en alles wat ze daar maar tegenkomen in zo'n gebied. En dat is heel gevarieerd. Veel gevarieerder dan wat een dier die op stal staat krijgt. Want inderdaad, ze krijgen geen granen en dergelijke toegevoegd. Dus is het ook efficiënter en beter voor mensen met bijvoorbeeld bepaalde allergieën? We hebben natuurlijk veel glutenintolerantie de laatste tijd. Ja, dat soort mensen komen veel bij ons. Die hebben glutenintolerantie of andere allergieën of spijsverteringsproblemen. En die merken gewoon enorme vooruitgang wanneer ze overstappen op ons vlees. En hoe gaat het uiteindelijk met jullie eindverwerking? Die dieren die lopen dus 5 jaar in deze gebieden gemiddeld, sommige wat langer. En dan uiteindelijk gaan deze dieren een keer naar de slager. En die maakt er een prachtige manier, gaat hij dat vlees verpakken en zorgen wij uiteindelijk dat het bij de klanten thuis komt. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de toevoeging van E-nummers? Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Ja, inderdaad. En wij zijn daar heel erg, zitten daar bovenop. We doen alleen maar de gezonde toevoegingen. En dat is eigenlijk, we doen helemaal geen toevoegingen. Alleen je doet wel voor de worstjes en hamburgers wat kruiden. En geen verkeerde zout, alleen maar Keltisch zeezout. En geen gluten. En nou ja, dat vertaalt zich gewoon in een mooi stukje gezond vlees. En waarom hebben jullie dan de ene keer Schotse Hooglanders en andere keren Herefords? Waar komt dat van? Klopt, eerder was het alleen maar Schotse Hooglanders. Maar je ziet eigenlijk dat de Herefords evengoed een heel mooi stukje vlees leveren vanuit de natuurgebieden. En dus werken we ook met die dieren. 100% grasgevoed vlees, goed voor mens en dier. Ja. Dank je.